Het berovingsprobleem, daar gaan we het over hebben. En zijdelings komen ook nog even de verzonken kosten voorbij. We leggen het uit aan de hand van de iPad en de iPad mini. Een werknemer die een cursus volgt en vervolgens vertrekt naar een ander bedrijf. En Mysteryland die geen vergunning krijgt voor het organiseren van het festival, omdat tegelijkertijd de Grand Prix van Nederland wordt verreden in Zandvoort. Wat is het berovingsprobleem? Een organisatie we beroofd van toekomstige opbrengsten. Daar komt het in essentie op neer. Dus bijvoorbeeld met de iPad. Toen de iPad Mini werd geïntroduceerd en de iPad al bestond voor een prijs van 899 euro en de iPad Mini op de markt kwam voor 559 euro. Toen heeft Apple heel goed onderzocht of daarmee niet te veel mensen overstapten die normaal normale, normale iPad zouden kopen en nu alleen nog maar de iPad mini zouden kopen. Want je kan je voorstellen, als iemand dat doet... dan scheelt dat uh, Apple in totaal ruim 300 euro aan omzet... die ze anders wel hadden gemaakt. Dus dan zouden ze zichzelf eigenlijk van toekomstige opbrengsten beroven... en zouden er dus sprake zijn van een berovingsprobleem. Dus bij de prijsstelling van dit soort producten... van één fabrikant wordt er dus heel erg goed op gelet... dat er niet sprake is van dat mensen die eigenlijk de duurdere versie zouden kopen... opeens nu de goedkopere versie kopen. Wat je natuurlijk wel hebt is dat mensen die normaal niet een iPad van Apple zouden kopen... er nu opeens wel een kopen omdat die iPad mini beschikbaar is. Dan heb je geen berovingsprobleem. Dus dat is dus in dit geval aan de orde. En daar houden ze heel erg rekening mee. Hetzelfde heb je dat berovingsprobleem bijvoorbeeld bij Defensie. Straaljagerpiloten krijgen vaak een opleiding van vier jaar... En als ze die opleiding krijgen, dan moeten ze vervolgens ook een minimale periode in dienst blijven van Defensie. En dat doet Defensie, dat spreken ze van tevoren af, omdat er anders sprake is van een berovingsprobleem. Want je kan je voorstellen, Defensie investeert vier jaar in een piloot. En als die piloot dan vertrekt, dan heeft Defensie uh, geen opbrengst uit de opleiding van die piloot. Die opbrengst is dan misschien niet echt uit te drukken in geld, maar wel in natuurlijk het uitvoeren van vliegen in zo'n uh, zo straaljager. Dus um, vandaar dat Defensie dus afspreekt dat iemand na zo'n opleiding minimaal een bepaalde periode in dienst blijft. om dat berovingsprobleem te voorkomen. Zo is het ook bij Mysteryland en uh, de Grand Prix van Nederland. Het blijkt dat uh, volgend jaar Mysteryland en de Grand Prix van Nederland in hetzelfde weekend zouden vallen. De gemeente Zandvoort en Omstreken die is bang dat het dan te druk wordt in dat weekend. En uh, die uh, wil nu eigenlijk dat Mysteryland in een ander weekend wordt georganiseerd. Terwijl ze al jaren in datzelfde weekend zitten. En eigenlijk moet Mysteryland wel akkoord gaan met die verplaatsing naar een ander weekend. Want aan de ene kant zijn ze al begonnen met het organiseren voor het festival van volgend jaar. Dus ze hebben al kosten gemaakt. En als het festival volgend jaar niet doorgaat, zijn dat verzonken kosten. En als ze niet akkoord gaan, dan kunnen ze volgend jaar het festival niet organiseren. En dan worden ze beroofd van toekomstige inkomsten. Dus dan is er sprake van het berovingsprobleem. Dus dat is dus ook hier aan de orde. En op die manier hoop ik dat duidelijk is wat er bedoeld wordt met het berovingsprobleem. Nou, vond je dit nou een duidelijke video? Word dan abonnee op het YouTube-kanaal. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's die ik uh, post. Top dat je dit bekeken hebt en uh, succes met uh, oefenen verder. Doei!